Tot mijn grote spijt kan ik niet aanwezig zijn bij de 25-jarige viering van de hartvriendenkring Klein-Brabant. Een belangrijke dag die met recht en reden wordt gevierd. Waarom? Omdat meer dan 350 leden deze vereniging tot een belangrijke en een van de grootste hartvriendenverenigingen van het land maken. En dat kan alleen maar natuurlijk wanneer er door vele vrijwilligers hard wordt gewerkt om zo'n vereniging uit te bouwen, waarvoor mijn felicitaties. Maar nog belangrijker is natuurlijk dat deze vereniging hart- en vaat- en diabetespatiënten aanzet tot sporten. Sporten is natuurlijk voor iedereen goed en hoe meer men dat kan doen, ieder op zijn niveau, hoe beter. Maar als men natuurlijk al een ziekte heeft gehad of geconfronteerd met hart- en diabetesproblemen, dan is het zo belangrijk om te blijven sporten of aan sport te doen. En dat is wat deze vereniging in Klein-Brabant op een schitterende wijze doet. Mensen die het nog meer dan ooit nodig hebben om te blijven te sporten of aan sport te beginnen. En daar ben ik heel blij om. Ik doe zelf ook wat aan sport. Ik kom soms wat mensen tegen op de fiets. En het doet mij altijd heel veel plezier dat in Klein-Brabant, toch een belangrijke regio, dat men daar zo goed bezig is, zo sterk met jullie patiënten die het kunnen en moeten gebruiken, aanzetten tot sport. Dus een dikke proficiat. Geniet van uw 25-jarig jubileum. En ik hoop nog vele van jullie te kunnen tegenkomen op een of andere sportprestatie of op de dijk in Klein-Brabant op de fiets. Nogmaals, geniet ervan, dikke proficiat en grote felicitaties en dik respect.